Hi tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 25 en dat is van maandag 18 juni tot en met zondag 24 juni. Als ik de kaarten schud voor de tweeling om te kijken wat deze week staat te wachten. Dan heb ik daarbij weer drie kaarten getrokken. De 5 van bekers. De duivel. En de 5 van zwaarden. Tweeling, het is een week waarin je het gevoel hebt dat je eigenlijk alles een beetje overhoop gaat halen. Je bent niet meer tevreden met wat je hebt. Je bent niet tevreden met wat je doet. Je ziet eigenlijk alleen maar dat het glas half leeg is deze week. En omdat je er wat op een negatieve manier naar kijkt, kan je ook het gevoel hebben dat de dingen gewoon helemaal niet lekker lopen. Dat je dingen niet goed aangepakt hebt. En daardoor krijg je weer het gevoel dat je eigenlijk gewoon niet op de juiste weg bent. En daardoor kan je weer op een bepaalde manier naar mensen reageren. En dan heb je het idee van, eigenlijk gaat helemaal niks goed. Terwijl je natuurlijk ook om kan draaien. En richt je op het stukje dat wel goed gaat. Je richt je niet te veel op negativiteit. En alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus ook negativiteit. Kijk naar die stukjes die wel goed gaan. En geef die aandacht. En het stukje wat niet goed gaat, ook dat kan natuurlijk, maar ga dan aan werken zodat het weer wel goed gaat. Maar denk niet dat alles gelijk misloopt. Hè? Het leven is gewoon zo dat het soms even wat bijsturing nodig heeft. Ga je daar vooral op richten. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je een super fijne week.